Examen 2017, tijdvak 1, HAVO. En dit is de uitwerking voor naaldjes rond de aarde. Eerst even doorlezen. Het is een redelijk lang verhaal met veel gegevens erin. Het eindopdracht is, laat met een berekening zien of een naaldje die beschreven is in het verhaal dunner is dan een mensenhaar. Maar nogmaals, schrijf eerst even alle gegevens voor jezelf op een rijtje. Dan druk eventueel op pauze. En nadat je hebt gelezen en opgeschreven, heb je als het goed is zo'n rijtje staan. Het aantal naalden is 480 keer 10 tot de macht 6. Het materiaal van een naald is koper. De lengte is 1,8 cm. De massa 40 microgram, micro 10 tot de macht min 6. En gevraagd wordt de diameter van de naald althans, of die kleiner is dan 50 micrometer. Nou, de diameter van een naald, waar komt dat in voor? Dat is de afmeting van zo'n cilinder. Oftewel, ik maak gebruik van het volume van de cilinder. Nou, het volume van de cilinder is deze formule. Ja, het is een kwart pi d kwadraat. Kwart pi d kwadraat is het oppervlak van de cirkel. Dat is dus het grondvlak van een cilinder. Maal L, de lengte, oftewel de hoogte van de cilinder. Hoe kan ik nu die volume... Want kijk, als ik dus volume weet, L weet ik, kan ik D berekenen. En het volume haal ik onder andere uit de massa. De massa is gegeven en massa is dichtheid maal volume. Goed, massa moet in kilogram, nu heb ik het in gram, althans in microgram zelfs. Dus massa is 40 microgram, dus 40 keer 10 tot de macht min 6 gram. En van gram naar kilogram is het nog een keer delen door 1000, vandaar dat het 40 keer 10 tot de macht min 9 kilogram is. De dichtheid haal je natuurlijk uit binas, minus 8, tabel gegevens van metalen, koper. En dat vul je in en dan kun je dus het volume berekenen. Het volume is m gedeeld door rho, massa gedeeld door dichtheid, alles invullen en je krijgt het volume in kubieke meters. Dan weet ik dus het volume. Ik wil D weten. Herschrijf ik eventjes deze formule in deze vorm. D kwadraat is 4 keer, vanwege de kwart natuurlijk, 4 keer het volume gedeeld door pi gedeeld door L. Dat vul ik allemaal in en dan krijg ik dus een waarde voor D kwadraat. Let op, voor L in meters invullen. En je krijgt dan D kwadraat is, nou dat getal, oftewel d is de wortel daarvan, kom ik op zoveel meter. Ik moet het vergelijken met een mensenhaar, met die 50 micrometer. Dus ik maak hier een micrometer van, micro 10 tot de macht min 6. Oftewel, dit is 18 micrometer. Nou, duidelijk dus, 18 is kleiner dan 50, dus is inderdaad kleiner dan mensenhaar. Deze formule... Omzetten naar zo'n formule, dat vinden sommigen nog wel een beetje vervelend. Je kunt het ook op een iets andere manier doen. Je begint dan met natuurlijk wel de volume van een cilinder. En die formule, daar begin je mee. Maar je gaat niet omwerken. Nee, je gaat meteen alles invullen wat je weet. Dus ik weet het volume. Ik weet de lengte. En dit ga ik gewoon eerst uitrekenen. Aan de linkerkant blijft gewoon dit staan. Dat is weinig uitrekenen. Maar hier doe ik een kwart keer pi. Keer 0,018. Als ik dus dat uitreken, dan krijg ik daaruit een 141, nog wat keer d kwadraat. En nou heb ik het in de vorm van 6 is 2 keer 3. Dus 3 is 6 gedeeld 2, oftewel d kwadraat is nou, deze deling. En dan krijg je, als je dit uitrekent, natuurlijk hetzelfde wat ik zo net had. Namelijk 3,15 keer 10 tot de macht min 10. En dus... is d de wortel van. Ja, je ziet, dan hoef je niet een formule echt om te werken, maar je vult altijd alles in en dan krijg je altijd weer iets in de vorm van 6 is 2 keer 3 of 2 is 6 gedeeld door 3, etc. etc. De punten. Drie punten. 1 punt voor gebruik van m is rho keer v met de juiste waarde voor rho. 1 punt voor het omrekenen van microgram naar kilogram. En 1 punt voor de rest van de hele berekening. Je ziet dus, de hele berekening is behoorlijk
een hoeveelheid, maar je kreeg al 2 punten voor wat voorbereid werk. Hè? Dus deze M is ROKV met de ROR bij en het omrekenen. En de rest, alles in het ene laatste punt. Volgende vraag bij deze opdracht. Eén gegeven extra erbij, namelijk dat de lengte van een naald gelijk is aan de helft van de golflengte van de gebruikte microgolfstraling. En de vraag die erbij hoort is, wat is de frequentie van deze straling? Nou, frequentie wordt gevraagd bij een golf. Dan heb je eigenlijk de keuze uit maar één echte formule die erbij past. En dat is V is lambda mal F. De belangrijkste formule bij golven. Je kunt frequentie dus berekenen, want frequentie is V gedeeld door lambda. En microgolfstraling is een elektromagnetische straling, dus in feite een familie van licht. Oftewel, V is de lichtsnelheid. Hoe groot is de golflengte? Nou, dan moet je goed kijken naar de gegevens. De lengte van de naald, ja, dus naald 1,8 cm, is gelijk aan de helft van de golflengte. Dus golflengte erbij tekenen. En dan zie je dus van, oh, dan is de golflengte 2 keer de naald. Ja, dus 2 keer 1,8 cm moet je natuurlijk wel in meters invullen. Voor V de lichtsnelheid, 3 keer 10 tot de macht 8. En lambda 2 keer die 0,018. En je krijgt frequentie 8,3 keer 10 tot de macht 9 hertz. En je hebt het alweer opgelost. En hiervoor kreeg je 3 punten. Ja. Inzicht dat die golflengte 2 keer die 1,8 is. Gebruik van de juiste formule waarbij natuurlijk voor V de lichtsnelheid ingevuld moet worden. En tenslotte het completeren van de berekening. Verder. Het naaldje gaat werken als een antenne. En het zendt informatie uit. En het zendt informatie uit met 2 keer 10 tot de macht 4 bits per seconde zendt je uit. Eén foto bestaat uit 5 megabyte en 1 byte is 8 bits. De vraag is, hoeveel uur duurt het dat hij één foto kan verzenden? Nou, eerst eventjes 5 megabyte. Ja, hoeveel is dat? 5 megabyte is 5 keer naar de mega, 10 tot de macht 6. En 1 byte, dat staat hier, is 8 bits. Dus 5 keer 10 tot de macht 6 keer 8 is zoveel bits moeten worden verzonden. En wat is de snelheid? De snelheid is 2 keer 10 tot de macht 4 bits per seconde. Oftewel, hoeveel seconden duurt het? Het aantal bits wat verzonden moet worden, gedeeld door de snelheid, en komt op 20 keer 10 tot de macht 2 secondes. Wordt gevraagd wat, hoeveel uur duurt het, dus dan wel even in uren, en komt op 0,6 uur. Ja, let op, 1 cijfer significant, want hier 5 megabyte, hè, dat is dus 1 cijfer significant. Punten, correct omrekening van bits naar megabyte, of je had het eventueel ook omgekeerd kunnen doen, completeren van de berekening. 2 punten weer verdiend. En hier alweer de volgende vraag. De naaldjes bewegen zich op 3,7 keer 10 tot de macht 3 km boven evenaar en ze maken een rondje rond de aarde. De snelheid is een formule voorgegeven. Let op, G gravitatieconstant, dat is niet 9,81, maar die is 6,67 keer 10 tot de macht min 11. Die staat gewoon in Binas tabel 7. Alle constantes staan in tabel 7, althans de constantes die je moet kennen. M, de massa van de aarde, is tabel 31. En R is de straal van de cirkelbaan, niet die van de aarde, maar van de cirkelbaan. De vraag is, wat is de omlooptijd van een naaldje? Dus hoe lang doet hij over één rondje? En let op, zo'n rondje heeft niet als straal 3,7 keer 10 tot de macht 3 kilometer, maar de straal is de straal van de aarde plus een stukje wat erbij komt, de hoogte boven de evenaar. Ja, dus die moet je wel eventjes apart erbij optellen. Goed, tijd wordt gevraagd. Afstand is één rondje en dus is de tijd is afstand gedeeld door snelheid. En die afstand, één rondje, is omtrek van een cirkel, dus 2 keer pi keer r. Waarbij r dus de straal van de aarde is plus die hoogte. Straal van de aarde,
weer binnen 31. En let op, hoogte, ja, het staat in kilometers, maar het moet natuurlijk wel in meters. Vandaar dus dat hier 10 tot de macht 6 staat en niet 10 tot de macht 3. Uitrekenen en dan is dit dus de afstand van één rondje. De snelheid, nou, je hebt er een formule, dus de snelheid vul je in voor g. Nou, wat ik zo net zei, binnen 7, massa, minus 31 en r, eigenlijk hetzelfde wat ik met de afstand heb gedaan. Uitrekenen krijg je een snelheid van een naaldje en dus is de tijd gelijk aan het een gedeeld door het ander. En dat is zoveel seconden en dat is de omlooptijd ervan. Je mag hem eventueel omrekenen naar uren, maar gewoon omlooptijd werd gevraagd. Dus de eenheid is hier niet van belang. Althans, je mag secondes of uren noemen, je moet natuurlijk wel een eenheid doen. De punten, gebruik van de juiste formule met correcte waarde voor g en de massa. Inzicht dat je dus bij die straal de aarde erbij moet optellen en natuurlijk ook de juiste waarde bij. Gebruik gemaakt van afstand gedeeld door tijd waarbij de afstand 2πr moet wezen en tenslotte de rest het completeren. En we gaan naar de volgende vraag. Baanstraal en snelheid van naaldje worden als constant beschouwd. Twee zinnen. Iedere keer aangeven van wat is juist. We beginnen met de eerste. De naaldje bevond zich hoger dan in of lager dan een geostationaire baan. Nou, eerst eventjes geostationaire baan. Wat is dat? Dat is als de omlooptijd gelijk is aan die van de aarde. Nou, kijken we even nog naar de vorige opgave. Daar stond beschreven deze zin. En daarin staat, de omlooptijd van een naaldje om de aarde is korter dan die van de aarde zelf. Ja, dus dat betekent, een kortere omlooptijd betekent een kleinere straal. Oftewel, lager dan. Volgende zin. De middelpuntzoekende kracht op naaldje is groter, kleiner of gelijk aan de gravitatiekracht op naaldje. Nou, welke krachten werken allemaal op die naald? Er is maar één kracht die op naaldje werkt en dat is die gravitatiekracht. Meer is er niet. Oftewel, het moet wel gelijk wezen aan, want ja, er is anders geen kracht die de middelpuntzoekende kracht kan leveren. Kortom, lager dan en gelijk aan per correcte zin. 1 punt. Gaan we weer naar de laatste vraag. Weer even een verhaaltje, dus even goed doorlezen. En de vraag is, hoeveel naaldjes zijn er gemiddeld per vierkante kilometer terechtgekomen op de aarde? Nou, eventjes gegeven, hoeveel vierkante kilometer is er in totaal eigenlijk, hè, van de aarde zelf? Nou, een bol, ja, 20% van het aardoppervlak, betekent dus 20% van 4πr². Trouwens, die formules, oppervlak van bol en dergelijke, staan ook allemaal in BINA's. Ja, zoek ze anders eerst natuurlijk ook even op. Dan hoef je niet tijdens het examen nog te bladeren. Maar goed, 20% van 4πr² betekent dus invullen, hè, die r weer uit BINA's tabel 31. En betekent dus dat er in totaal 1,02 keer 10 tot de macht 8 vierkante kilometer is waar al die naaldjes op zijn gekomen. Nou, alle naaldjes die zijn daar keurig over verdeeld. Dus hoeveel is er dan per vierkante kilometer? Dat is het aantal naaldjes gedeeld door het aantal vierkante kilometer. En dan kom je op 4,7 naaldjes per vierkante kilometer. Punten. 1 punt voor het gebruik van de juiste formule. In feite is dat dus gewoon puur BINA's opzoekwerk. Gebruik maken van die 20%, op zich ook natuurlijk mooi verdiend. En tenslotte completeren van de berekening. En dan heb je 3 punten en hebben we ook weer deze hele vraag en deze hele opdracht gecompleteerd. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens.